Een gezondheidscentrum is een nieuwe manier van samenwerken, zeker voor Nijkerk, waardoor we met heel veel mensen bij elkaar heel dicht bij huis zorg kunnen leveren, zonder dat mensen van de een naar de ander via een ingewikkelde manier verwezen moeten worden. Verwijzing is er natuurlijk nog steeds wel. Het is de bedoeling door de intensieve samenwerking het voor de mensen veel makkelijker te maken. Hoe het tot stand gekomen is, dat is eigenlijk een lange geschiedenis van een jaar of 8. Aanvankelijk was er een plan om met een aantal huisartsen samen met de apotheek aan de Vrieswijkstraat een zogenaamde A-hoed te ontwikkelen. Nou, die plek die bleek minder geschikt, te beperkt. We zijn toen op de Oranjelaan terechtgekomen met inmiddels het bestuur van de stichting. Dat was toen het pand wat nu de Oranjelaan 83 en 85 is. Dat bleek niet voldoende geschikt. En door het terugtrekken van de mensen die hier een pand wouden ontwikkelen voor zorgwoningen, kwam er veel meer ruimte vrij, waardoor we onze plannen veel groter konden maken. En we hebben denk ik ook wel alle kansen genomen die we konden pakken. En daardoor is het gezondheidscentrum ook zo groot en compleet geworden als dat het nu is. Het voordeel van dat zoveel in één gebouw zit, is dat je elkaar makkelijk kan treffen, goed kan overleggen, samen plannen kan smeden om mensen multidisciplinair te behandelen. Dus door meerdere zorgverleners die betrokken zijn met goed overleg te kijken van nou, wat is nou het beste voor deze patiënt en hoe krijgen we die nou weer zo fit en vitaal mogelijk en hoe houden we dat of hoe lossen we een probleem op. Een voorbeeld kan zijn dat de orthopeed uit Amersfoort hier zit, maar ook de podotherapeut of fysiotherapeut. En die samen een beweegprobleem kunnen oplossen waarbij de orthopeed rechtstreeks met de podotherapeut kan overleggen dat hij iets speciaals in dat zooltje wil. En zo kan je natuurlijk heel veel andere dingen, chronische ziekten kan je op deze manier heel goed aanpakken, aansturen, begeleiden. En juist bij chronische ziekte is dat ook van belang, omdat daar heel veel hulpverleners gedurende langere tijd bij dezelfde patiënt betrokken zijn. Je kan dus, zoals we dat dan noemen, multidisciplinaire programma's maken en die dan ook aan veel patiënten op die manier aanbieden. Dit is een oefenzaal van 170 vierkante meter. Een gedeelte van deze mensen worden getraind na een ongeluk, breuk, operatie. Dus echt voor fysiotherapie. En er zijn ook mensen die hier komen om te trainen. Puur om een stukje fitter te worden, krachtiger te worden. En minder problemen te ondervinden in het dagelijks leven. De cliënten ervaren het als plezierig. Ze vinden het gewoon heel vrolijk en lekker open. En het is een hele overgang van de oude situatie naar de huidige situatie. Maar dat is een hele positieve overgang. Dus ze ervaren het als zeer plezierig. Het thema sport en beweging in relatie tot gezondheid is belang voor jong en oud. De samenstelling van de hulpverleners weerspiegelt ook ons thema, sport en beweging in relatie tot gezondheid. Er zitten heel veel fysiotherapeuten, maar ook CESAR, podotherapeuten. De ergotherapeut kan je terecht. Dus dat betekent dat we heel veel nadruk leggen op de beweging, het beweging mogelijk maken. En ook met z'n allen kijken waar de handicaps van mensen zitten. Dus het is een thema wat aan de ene kant van belang is om mensen te kunnen laten sporten. Ook te ondersteunen daarbij. Maar ook iemand van 80 jaar met problemen met gewicht en gewrichten willen we kijken hoe we die zo lang mogelijk in beweging houden en de problemen die men daarbij vindt wegnemen of verzachten, zodat het bewegen juist voor ook die groep mogelijk blijft. Wat bijzonder is in het gebouw is dat het ontworpen is speciaal naar onze wensen. We hebben in het begintraject samen met de woningstichting en met de architect dat kunnen ontwikkelen. Een van de bijzondere dingen daarin is dat we ook een kantine-annex-vergaderruimte hebben. Het is leuk om te weten dat we een samenwerking hebben met de postkamer die voor ons de catering van die ruimte doet.
Bart Vos die heeft het interieur verder vorm gegeven. Dat heeft geleid tot een heel kleurrijk ontwerp, waarvan het belang is om niet een kille ziekenhuissfeer te creëren, maar juist door het gebruik van veel kleuren een wat warmere entourage te scheppen. Wat ik heel mooi vind in het gebouw is de centrale trap. Die weerspiegelt ook de manier waarop we willen werken. Bewust staat de lift niet centraal, maar de trap. De lift moet je wat meer zoeken. Hij is er uiteraard wel, want er zijn ook mensen die hem echt nodig hebben. De trap symboliseert ook hoe we willen werken. Namelijk niet allemaal apart in een gangetje met de deur dicht. Maar de trap verbindt ons allemaal en daardoor is het gebouw ook zo open als we met elkaar willen omgaan. Alle informatie over de hulpverleners en de mogelijkheden binnen het centrum zijn ook te vinden via de website www.denijenvesten.nl.